Hoi allemaal, ik ben Anouk. Ik zit op basisschool De Krugstee in groep 7. Ik vind dit een hele leuke school en daarom ga ik jullie vandaag rondleiden. Dus let's go! Hier naast mij is de kleuterklas. Maar wisten jullie ook dat er soms ook peuters komen om alvast te wennen aan de basisschool? Hier achter mij zijn de peuters aan het meespelen met de parachute. Kom mee, we gaan nu naar binnen. De kleuters leren hier al spelend en ontdekkend. Dat doen ze in verschillende hoeken. Bijvoorbeeld de iPad, de lichttafel of deze speelhoek. Nou, dit had ik niet toen ik een kleuter was. Dit is de beatbot. Met de beatbot leren kinderen al spelend programmeren en logisch na te denken. Nou, juf Annelijne, ben ik nog iets vergeten te vertellen over de kleuters? Nou, volgens mij heb je al hartstikke veel verteld, maar misschien kunnen we nog wat vertellen over Logo 3000, onze nieuwe woordenschatmethode. Nou, vertel maar. Nou, Logo 3000 is een woordenschatmethode waarin we de kinderen 3000 woorden leren. En die woorden zijn hartstikke goed, zodat ze straks goed voorbereid naar groep 3 toe gaan. En aan de hand van deze woordkaart leren we dan elke dag de kinderen nieuwe woorden. Nou, wat leuk, dat wist ik helemaal niet. Leuk, hè? Ja. Nou, dit doen ze dus ook bij de kleuters. Hier achter mij zijn een paar kinderen bezig met een talentlijn. Je vraagt je waarschijnlijk af wat de talentlijn nou precies is. Nou, de talentlijn is dat kinderen van groep 1 tot en met 4 hun talent beter kunnen ontwikkelen door behulp van spelletjes. Nou, dan gaan we nu eens kijken wat voor spelletjes dat precies zijn. Hiermee moeten ze verschillende kastelen bouwen. Hiermee leren ze al een beetje schrijven. En hiermee leren ze een bouwwerk in elkaar zetten. Naast alle spelletjes moeten we natuurlijk ook rekenen. Dus kom maar mee. Je zou het misschien niet denken, maar ze zijn nu bezig met rekenen. Nou juf, wat waren de kinderen nou aan het doen? Nou, de kinderen waren bezig met bewegend leren. Dat doen we met de methode sprong vooruit. En dan leren de kinderen al bewegend de getallenlijn door het middel van de sprongen die ze maken. Nou, wat leuk. Ja, superleuk. Heb je zin om mee te doen? Nou ja, lijkt me heel leuk. Nou, kom. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dat was leuk. Dan gaan we nu naar de volgende klas. Hallo, ladies and gentlemen. Did you know that we also learn English? We have super cool projects. Like project... Goed. Meer weet ik niet. We gaan nu weer gewoon verder in het Nederlands praten. Het is nu pauze en dan gaan we nu even rustig lunchen. Ik vind de pauzes superleuk omdat je al je energie kwijt kan. We kunnen op het veld spelen. Of je kiest de spuitkist. Zullen we deze pauze hinkslap sprong spelen? Ik wil graag de horen van balans spelen. Ik heb zin om een parachutespel te spelen. Laten we steen, papier, schaar doen. Steen, papier, schaar. Bam, bam. Yes! Yay! Zo, dat was een leuke pauze. Gaan we nu maar eens kijken wat groep 6 aan het doen is. Kom mee. Oh, cool. Ze zijn bezig met de kanjertraining. Bij de kanjertraining doen we allemaal oefeningen om je prettiger en veiliger te voelen. Ik vind de kanjertraining superleuk. Gezellig. Leerzaam. Cool. En onze eigen juf geeft de kanjertraining. Zijn jullie te vertrouwen? Ja. 1, 2, 3. Nou, dan wordt het nu toch echt wel tijd om mijn eigen klas te laten zien. Dit is mijn klas. Nou juf, heeft u nog iets te vertellen over de school? Zeker, Anouk. We zijn hier in de klas nu bezig met een sol. We zijn nu aan het ontdekken welke invloed de maan heeft op de zee. En dat is onderdeel van toekomstgericht onderwijs. Ook Blink, onze nieuwe wereldoriëntatiemethode, valt daaronder. En de kinderen gaan op onderzoek uit door middel van een onderzoeksvraag te stellen. En ze gaan daar antwoord op vinden. En dat doen ze door samen te werken en onderzoekend te leren. Schooldag is bijna afgelopen. Maar ik heb nog één belangrijke mededeling. Zoals je misschien wel hebt kunnen zien, is dit niet meer het nieuwste schoolgebouw. Daarom wordt er binnenkort een nieuw schoolgebouw gebouwd. Ik ben heel benieuwd hoe dat gebouw eruit gaat zien. Het is 2 uur, we zijn uit! Ik
weet het. Het is pas 2 uur. Maar bij ons op school hebben we een continu rooster. Zodat we vanaf 8:30 tot 2 uur les hebben. Oh, daar staat Annika. Die moet ook op de vlog. Nou, wat vind je van de Kroegstee? De Kroegstee is een hele leuke en gezellige school. De ouders worden overal heel goed bij betrokken. En wat erg prettig is, is het 5 gelijke dagen model. Nou kijkers, dit was de Kroegstee. Nou kijkers, dit was de Kroegstee. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. We hebben echt heel veel lol gehad om dit te maken. En we hopen dat er nog veel meer kinderen naar deze school te komen. Dat was het. Doei! Doei! Mij lukt het niet. Laat maar zitten.